Tijdens herfstvakantie kan je in theater Elkerlik naar Pippi zet de boel op stilte. Een dolkomische familiemusical met onder andere Bert Verbeekje, Eline de Munk, William Bouva en Peter Thijssen. Peter speelt ook een rol in de musical, maar eerst staat er nog wat anders op zijn planning. Hij gaat namelijk de Kilimanjaro beklimmen. We gaan met 7 Parkinson-patiënten vanaf 25 september tot 4 oktober naar Tanzania, de Kilimanjaro, beklimmen. Alle patiënten krijgen een buddy en ik ben Peter van dat project. En wij willen zoveel mogelijk geld inzamelen en vooral ook aandacht vestigen op die 50.000 patiënten. Maar vooral, dit project gaat over jong Parkinson-patiënten tussen 32 en 50 jaar. Omdat veel mensen ook in een werksituatie dat kunnen krijgen. Het zijn niet alleen oude mensen zoals mijn moeder, die heeft ook Parkinson, maar die heeft het op latere leeftijd gekregen. Dit project gaat over jong Parkinson-patiënten die een berg willen verzetten, letterlijk, voor hun medelotgenoten en vooral voor de ziekte. Om geld in te zamelen, om iets te vinden, want ja, ook bij Alzheimer zijn ze stappen aan het zetten. Er zit van alles in de pijplijn. Op medisch vlak dan zijn er echt wel doorbraken gebeurd. En we hopen ook dat dat voor Parkinson just hetzelfde. De taak van Peter Thijssen stopt niet bij de stappen alleen. Hij deed ook iets muzikaals. En op 30 september in Beveren, als ik dat nog even mag zeggen, in Tervest en Beveren, releasen wij het lied. Want ik heb een nummer geschreven samen met Bart Foubert van Carré Confituur. Daar releasen wij onze Parkinson. Ja, en dat gaat een beetje over het leven van, maar ook, ja, dus het is een heel fijn een stapnummer. We gaan dat nodig hebben om de berg op te geraken. De Kilimanjaro beklimmen is niet voor iedereen weggelegd. Peter Thijssen heeft zich volledig gegeven om er ook op sportief vlak klaar voor te zijn. Vooral fysiek, maar ça va, ik ben redelijk wat afgevallen. Stappen zou nog iets frequenter mogen gebeuren, dat geef ik zeker toe. Maar als je zo'n voorstelling zoals het Witte Paard speelt, dat is het standaard serieus, wat stappen op de teller. Dus ik ben fysiek wel redelijk in orde. Maar nu moet het wel nog iets opgedreven worden.